Oké, dames, we gaan de bodycheck doen. Bodycheck, dat doen we met behulp van het woordje kilo. En dat betekent het volgende. De K, de eerste K, die staat voor kilo. Die staat voor kilo. En compleet. De eerste check die je doet is, heb ik alles bij me? Heb ik alles bij me voor in het water? Nou, dat betekent, als het goed is, heb je je vest al omhangen. Je hebt je loodgordel al om. En je kijkt of je alle andere benodigdheden bij je hebt. En in dit geval, in het zwembad, zijn dat je vinnen en je masker. Heel goed. De tweede letter, dat is de I van inflator. Je gaat bij elkaar controleren of je waar de inflator zit, hoe de inflator werkt en of die werkt. Dames. Oké, ik zie dat hier jouw inflator is. Kan ik hem zo opblazen? Ja. En met deze knop hier uitlaten. Je kunt het ook zien. Oké. Okay. Nou, voor jou is het hier erin. Ja, hier eruit. Ja. Ik kan ook trekken. Oké. Okay. Goed zo. Dan de L, die staat voor lood. De controle of je een loodgordel om hebt en even vragen hoeveel lood dat dan is. Kijken of iemand met overdreven veel gewicht naar beneden gaat. Ik heb één loodgordel om met één blok van een kilo, dat zit op mijn rug. Mocht je mijn loodgordel af willen trekken, dan kun je hem hier trekken en hem naar links trekken, dan valt hij vanzelf af. Ik heb 2 kilo en hier zit een blok en hier zit een blok. Bij mij is het open trekken en dan valt hij af. Ja, goed. En de laatste is de octopus. De vraag is dan, waar zit de octopus en doet hij het? En is die makkelijk los te halen? Ik heb hier aan de zijkant een octopus. Die kun je trekken om los te halen. Mocht je hem nodig hebben, dan kun je die altijd pakken en even aangeven. En hij doet het. Ik heb hier mijn octopus. Dat kan je ook trekken en dan gaat hij ook makkelijk los. En dan kun je hem ook. Hartstikke goed. Top, dames. Zijn we er klaar voor? Ja. Dan gaan we zo te water. Oké.